Zo. Dan ben ik er inderdaad. Om te babbelen over Lego. Ja, wij hebben een challenge gekregen. Paul kwam hier al met 2 Lego sets aan. En uiteindelijk, we hebben een Everyone is Awesome Lego set meegekregen. Die houdt Paul nu voor zijn webcam. Die hebben we nog niet in elkaar gezet. We hebben wel al de Infinity Gauntlet in elkaar gezet. Ik heb daar een beginnetje van mogen maken. Alleen ik kreeg later te horen van, het is niet jouw sterkste kant, oplet op instructies. Jij dat luistert wel nou. Ja, waar ik bij in de mist ging voornamelijk, dat was dus dat je een stap, dan zeggen ze van, nou plaats dit steentje op het andere steentje. En dan laten ze het totaalplaatje zien. Maar ze zeggen niet dat er dan nog 2 steentjes extra bij zitten. Dus ik was telkens die vergeten. Dus Sven had het volgende segment van mij overgenomen. Die moest alleen de halve handschoen weer uit elkaar halen om mijn gepruts op te lossen. En Sven heeft hem inderdaad afgemaakt. Ja, heel goed. Het is goed dat hij af is. Wat Lego daarmee doet eigenlijk, hè, ze zijn een aantal jaar geleden zijn ze zich gericht, ze noemen dat op EVOL, Adult Fan of Lego, dus volwassen Lego. En zijn sets gaan maken voor 18 jaar en ouder. En natuurlijk kunnen kinderen van 12 die ook maken. Alleen de instructies zijn echt een stukje moeilijker dan de sets voor jongere kinderen. Ja, dan denk ik toch dat ik bij de kinderlegen moet blijven. Jeroen maakte hetzelfde grapje al. Het is vooral even wennen. Want in het begin dat ik ben nu zelf denk ik een jaar of anderhalf, twee weer echt opnieuw vol in de Lego. En we doen nu bij MWTV ook Lego als onderwerpen behandelen. En daar merk je echt dat de behoefte aan Lego nieuws en informatie echt groot is. Dat is echt bij een schot in de roos geweest voor ons. Maar het is ook mooi om te zien wat Lego daarmee doet. Ze brengen dus natuurlijk de gebruikelijke sets uit, Star Wars, Harry Potter. Zelfs daar zitten sets voor 16 of 18 plus tussen. Mm-hmm. Maar ze hebben ook de Infinity Gauntlet. Het is misschien wel een mooi voorbeeld van display sets. Dus sets die niet bedoeld zijn om mee te spelen. We horen je nog wel, alleen de video is vastgelopen. Oh, ik zie mezelf nog wel. Ja, ik zit heel even. Ik ga hier al gewoon mijn stream even afsluiten. Dat ik alleen de chat zie. Misschien dat ik dan wat minder bandbreedte verbruik. Maar, hier al schijnt er even helemaal een hiccup te zijn in de stream. Horen we jou? Jeffrey, ben je er wel nog? Ja, okay. Ik ben er nog. Je bent er weer. Ja, hij beweegt ook weer. Nou, heel even terugkomend op de Infinity Gauntlet. We hebben hem afgemaakt en Paul heeft hem bij zich staan. Dus die gaat hem heel even op zijn camera laten zien. Ik weet niet of hij groot kort in beeld kan komen. Ja. Met de Devil Hand Sign erbij. Zoals het eigenlijk stiekem wel een klein beetje hoort. Maar hij is af, het is ons gelukt. Het is Sven gelukt, ook om mijn geval op te lossen. Ja. Ik zie al in de chat, jij moet bij Duplo blijven, Robin. Oeh, dat is wel echt een paar stapjes terug. Nou, ik merk, ik krijg wel eens Lego opgestuurd om te reviewen en daar zitten ook sets tussen voor 6+. Ik merk wel dat daar geen uitdaging meer in zit. Op het moment dat ik een 18+ set bouw, dan krijg je soms inderdaad, staat linksboven gewoon deze 40 blokjes heb je nodig. En dan kun je op de tekening gaan zoeken waar je ze moet gaan zetten. En dan ben je echt wel even bezig. En dan doe ik wel die blokjes er los bij zoeken, omdat ik in ieder geval dan weet dat ik alles heb gezet uiteindelijk. Mm-hmm. Maar heel vaak staat er inderdaad niet mijn veldjes bij ook waar je ze moet zetten. Nee. Ja, want ik had ook begrepen van, dat zei je al net van, met de NWTV willen jullie een heel Lego segment doen. Om sowieso inderdaad het imago van Lego, dat volwassener is geworden. Ja. En ik weet zelf ook, bij mij in de Meukstream hebben we ook iemand die echt helemaal into Lego is. En dan zie je echt fantastische bouwpakketten langskomen. Waar volgens mij echt honderden uren in gaat zitten om te bouwen. Maar hoe zijn jullie eigenlijk bij Lego terechtgekomen? Ja, het is eigenlijk een beetje een samenhang van dingen. Ik ben zelf, wat ik net zei, anderhalf, twee jaar geleden verliefd geworden op het Hogwarts Castle van Lego Harry Potter. Mm-hmm. En die was me op dat moment nog een beetje te duur, €450, 6000 blokjes. Ik dacht van, ik doe het wat rustiger aan, ik wil wat kleine sets gaan bouwen. En iets meer dan een jaar geleden kwam er dan uiteindelijk toch het Hogwarts Castle. En in augustus vorig jaar kwam Lego met een samenwerking met Nintendo. En daar ligt natuurlijk een directe link met MWTV, want we doen games. En zo ben ik in aanraking gekomen met Lego zelf. Hè, en heb contact met hun gehad.
En op een gegeven moment, begin dit jaar, is Lego bij mij gekomen van hey, zouden jullie niks vinden om op jullie website ook Lego als onderwerp te behandelen? Want ja, wij zoeken websites, bedrijven zoals MWTV, waar we volwassenen kunnen bereiken. Mm-hmm. En die een raakvlak hebben met, in ons geval, echt een beetje de games, de films, de tech, dat soort dingen. Dus echt een beetje de popculture, hè, noemen ze dat. Ja. En hoe heet het? Dat was voor ons natuurlijk een ideale kans. Dus we hebben toen gezegd van, nou ja, wij willen dat wel doen. Moeten we uiteraard wel ook af en toe Lego krijgen. Dus we krijgen nu af en toe Lego toegestuurd. En Lego heeft daar een aantal gradaties in. We zitten nu in de allereerste gradatie. Dan krijg je incidenteel wat sets opgestuurd. Een beetje die passen bij hun marketingprogramma op dat moment. Zo hadden wij een maand of twee geleden kregen we ineens ik geloof 6 of 7 auto's opgestuurd. 2 van technisch Lego, 2 van Speed serie, maar ook een Friends, dat is voor meisjes vanaf 6 jaar. Die zaten er allemaal tussen. Die hebben we toen allemaal gebouwd inderdaad ook en op de website gezet. En ondertussen werken we eigenlijk er naartoe om hopelijk ergens volgend jaar de volgende stap te zetten. En dan krijg je ook de wat grotere sets. Maar wat voor ons ook interessant is, is dat omdat we daar een... Oh, ik ga weer een band lachen. We hebben weer een hele... Nee, hij is alweer weg. Oké, dit was een valse alarm. Dat was een eenmalige, ja. Maar dus ondertussen zijn we daar ook een community aan het bouwen. Hè, Lego heeft dat ook aan ons gevraagd. En wat we dan dus ook doen is dat wij plaatsen ook linkjes naar de Lego-site. Want heel veel Lego is zeker in het begin, vooral de volwassen Lego, alleen maar via Lego te koop. En doen mensen dat dan via een linkje die ze bij ons hebben aangeklikt. Dan krijgen we daar provisie over. Dus, en daarmee kunnen we dus ook weer investeren. Want dat draait al best wel lekker in nieuwe Lego-sets. Dus zo kopen we geregeld ook een grotere set. En als zelf niet echt Lego-kenner, zoals die Infinity Gauntlet, het ziet er fantastisch gedetailleerd uit. Van eigenlijk blokjes die je eigenlijk ook wel herkent van, hey, dit was misschien in een andere set iets van een ruimteschip of zo. Ja, het gaat steeds verder, want ze hebben nu de meest recente Lego-set die echt op volwassenen is gericht, is de Type Machine. En dat is echt een... Nee, wat weer één keer. Het is wel interactief zo, hè? Het is een trollalarm. Ja, ik denk het. Het is een type machine die, die bestaat echt uit, ik geloof, om en nabij 3000 blokjes. Maar als je de knoppen indrukt, dan slaat die ook echt op het papier. En hij is ook life-size, bouw je hem na. Dus daarmee proberen ze ook echt een compleet nieuwe segment aan te bouwen. Dat is wel heel erg gaaf, inderdaad. Want wat je al zei, van ik heb auto's langs zien komen. Ruimteschepen, van Star Wars hebben we dingen gezien, nou ja, nu dan ook van Marvel. En die Everyone is Awesome set, dat is ook een fantastische statement. Het gaat echt alle kanten op. En wat is voor jou de grootste set die jij nu zelf al gebouwd hebt? Ja, dat is dan dus de Hogwarts Castle van Harry Potter. Die was 6008 steentjes, geloof ik. Dat is, hoeveel uur gaat erin zitten om zoiets te bouwen? Ja, daar ben ik 1 uur of 30 mee bezig geweest. Dus 1 uur of 30? Ja, daar ben je echt om even... Zetten. Nee, zeker niet even. En wat ik dan doe, want ik probeer dan ook het meeste uit de set te halen. Dus er zitten per zakje verpakt. En ik bouw dan eigenlijk iedere dag een zakje. Om sneller te komen. Alleen het is wel soms zo, ik heb bijvoorbeeld laatst modular buildings. Dat zijn gebouwen die je in stukken ook uit elkaar kunt halen. En soms zitten daar 10 zakjes in bij 3000 stukjes, maar ik had er laatst in, er zaten maar 4 zakjes in. Dan ben je alleen al 2,5 uur aan het bouwen voordat je 1 zakje klaar hebt. Dat vond ik wel mooi. Wat mij bijvoorbeeld opviel met die Infinity Gauntlet, het werd dan opgedeeld in 3 zakken. En dan per zak met blokjes, was keurig gesorteerd, ben je ongeveer een 20 minuten tot een half uurtje bezig. Ja. En is dat iets ook wat Lego Express ook in hapklare brokken dan probeert te serveren? Ja, wel zoveel mogelijk wel inderdaad. Daar denken ze over het algemeen wel over na. Ik doe zelf overigens ook wel, ik heb ook bijvoorbeeld een blacksmith gebouwd een aantal maanden geleden. Dat was het laatste zakje, waren de paard en wagen met wat ruitertjes. En dat vond ik het allersaaiste van het hele gebouw. Dus die heb ik als eerste gebouwd. Ik begon met het laatste zakje en daarna heb ik de rest gebouwd. Oké, dus dat is ook op zich wel te zien. Hoe je het voor jezelf tenminste een beetje interessant kan houden. Ja, want je hebt bijvoorbeeld ook, misschien ken je die ook wel, de originele Nintendo van Lego.
En daarbij bouw je een, die heb ik thuis staan. En daar bouw je dus een Nintendo en een televisie. En dan kun je ook kiezen welke je doet. Of zoals bijvoorbeeld Patrick en Dennis, hè, Dennis die net de rondleiding deed, die hebben die ook gebouwd. En die hebben gewoon, de ene heeft de tv gebouwd en de andere heeft de NES gebouwd. Dat is ook wel leuk inderdaad, dan kan je het een beetje samen uitvoeren. Dat doen mijn vriendin en ik ook. Wij vinden ook allebei Lego tof, dus wij delen ook wel eens sets op. Ja, ik herken inderdaad die Nintendo set. Dat is inderdaad een tv en daar zit aan de zijkant een palletje dat je kan draaien. En dan in de vorm van een lopende band komt het eerste level van Mario eigenlijk langs, wat in Lego helemaal uitgebeeld werd. Oh, en ik zie hier ook PSP al de chat in komen. Hoor ik hier Lego met hartjes, met zijn Lego pop emoji. We zien Icepick van ik begin van de week aan een set 4200. En ik zie dat Bliep daar al op aanvult van, oh, dat is een graafmachine, dat is ook leuk. Staan alle Lego sets bekend ook onder een nummer, of is het meer zo van, is dat een aparte serie? Want ik zie ook een 4214 langskomen, een Volvo dumper. Ja, het is allemaal, ze zijn allemaal genummerd inderdaad op een origineel nummer. En wat bij Lego heel erg een ding is tegenwoordig, nu ook veel volwassenen ermee bezig zijn, is dat in de aanloop naar een set vaak al dingen beginnen te lekken. Ja, je kunt ook heel moeilijk verborgen houden dat als over, dat gebeurt wel eens, over 3 dagen een set in de verkoop gaat, gaat ergens in de productielijn of in de transportlijn iemand wel een keer wat lekken. En dan juist die nummers, op het moment dat je ziet dat er een nummer aan hangt, dan weet je bijna zeker dat het inderdaad ook een goed lek is. Omdat dan vaak het nummer ook echt correspondeert met de uiteindelijke set. Oké, dus dat is voor jullie eigenlijk een tool om achter te halen van is het legit of niet. Ja. Ik zie ook dat Chris al goed bezig. Chris, die heeft jullie link al. www.nwtv.nl/lego in dit geval. Voor een specifieke Lego. Dankjewel Chris. Jullie worden al lekker geplucht. Ik zie ook een 4254. De Xerion? Oh, de PSP kent die schijnbaar. Ik zal heel even kijken of ik daar ook iets van in beeld kan krijgen. Lego. Want ik begin nou wel nieuwsgierig te worden ook welke nummers ze bedoelen. Dus de 42054, ja. En dat is... Een trekker met een, ja, hoe noem je dat? Diepwagen. Ja. Even kijken, ik wil doorgaan. Ik schuif je de Lego set heel even over je heen. We zien hier al een trekker met een, met een grijparm. Wat je hier ziet, want ik heb hem hier ook voor me, is dat die dus uit de handel is. En dat doet Lego best wel veel, want Lego is niet alleen heel tof om te bouwen. Mm-hmm. Wat veel mensen tegenwoordig ook vaak doen, is Lego sets kopen en een doos wegzetten. Omdat het ongeveer dezelfde waardevermeerdering kent als bijvoorbeeld een dure whisky. Ze maken hem exclusief eigenlijk. Dus als je iets wil hebben, dan moet je het gelijk kopen. Ja, sets blijven vaak... 2 tot 3 jaar in de handel. Soms echte kindersets wel wat langer. Mm-hmm. Maar vooral sets voor volwassenen inderdaad blijven redelijk beperkt in de handel. En je hebt dus ook nog een aantal sets die alleen maar via Lego zelf worden verkocht. Dus die worden dan ook niet verkocht via andere platformen. Anders dan dat een ander platform natuurlijk bij Lego kan kopen en weer in de verkoop kan zetten. Dat gebeurt wel. Maar... Ja, precies. Ja, niet formeel via de productie. Hoe noem je dat? Via de winkels. Ja, we hadden het er vanmiddag ook even onder het eten ook over. Je hebt natuurlijk nu verschillende partijen die bouwpakketten in de vorm van steentjes maken. Maar wat maakt het nou dat je per se voor Lego gaat? Ja, Lego is uiteindelijk... ik had het toevallig nog met een collega van MWTW over die net een nieuwe set heeft gekocht, die ik ook heb. En die had in het verleden wel eens, nog voordat hij bij MWTW zat, een aantal sets in China laten kopen. En dat kan, dat wordt kwalitatief wel steeds beter, maar uiteindelijk merk je bij Lego dat de kwaliteit echt goed is. Ja. En dat de namaak net iets minder is, de missen blokjes, kwaliteit is minder, kleurverschil, dat soort dingen. Hoewel dat eerlijk wel steeds minder wordt. Maar Lego blijft ook gewoon Lego. Het stond uiteindelijk ook gewoon, voor mezelf in ieder geval, het beste om iets bij Lego te kopen. Ja, en...
weet dat zelf ook wel eens een keertje. Ik heb een setje van AliExpress gehad van de niet-Lego, laat ik het zo zeggen. En daarop braken de dopjes, zeg maar, wat op het steentje zelf zit, braken al spontaan af. Ja, dat is iets wat Lego al heeft gedaan. Hè? Want ik heel recent was in het nieuws bijvoorbeeld dat ze nu bezig zijn om Lego van recyclede petflesjes te gaan maken. Dat is echt iets wat ze heel graag willen. En ze hebben, ik geloof een maand geleden, voor het eerst een 4x2, dus dat is zo'n 8-pins blokje, gepresenteerd. Die eindelijk aan de kwaliteit voldoet die Lego wil van een blokje. Nou, daar zit heel veel. Het is niet alleen maar dat hij degelijk moet zijn, maar hij moet goed klikken, vast blijven zitten. Niet in kwaliteit achteruit gaan. Als hij langer vastgeklikt zit, dat soort dingen allemaal. Dat hebben ze nu voor het eerst bereikt. En nu wordt het de komende 2 jaar, want ze verwachten over 2 jaar de eerste sets daarmee uit te gaan brengen, wordt het zaak dat die sets ook daadwerkelijk rendabel worden. Dus dat ze, want het recyclen van plastic, dat is natuurlijk op zich heel interessant, maar dan moet het ook nog wel geld op blijven leveren. Oké. En ook iets, want we hadden vanmiddag een top 11. Is Lego al met research bezig dat het niet zozeer doet als je op een Lego-steentje gaat staan? Hey, daar heb ik inderdaad nog nooit iets over gehoord. Dat is wel de meest gehoorde irritatie van Lego. Ja, dat is volgens mij echt de grootste irritatie wat er omtrent Lego is. Heb jij dat wel eens al een keertje gehad, dat je op Lego bent gestaan, Paul? Zat. Mijn hele kamer lag vroeger altijd vol met Lego. Lag overal, dus de kans was vrij groot dat je op een blokje stapte. Oh, en ik zie in de chat, ja, daar moet je gewoon immuun voor worden. Ik weet toevallig dat PSP ook echt een gigantische collectie heeft aan Lego. Icepick, die is ook al trots aan het vermelden welke set hij allemaal heeft. Heb jij die ervaring al gehad, Jeffrey? Ja, wij hebben thuis 2 katten. En die vinden Lego prachtig, vooral als de blokjes nog los liggen. Dus wat die wel eens doen, is zo'n blokje op de grond tikken. En als ik hem dan niet zie en met mijn sokken door de woonkamer loop, dan wil ik er wel eens op staan. Dat is echt heel vervelend. Maar dan ben je ook af en toe een blokje kwijt, dus, terwijl je aan het bouwen bent. Nee, want ik bouw dus, dat is wat ik net zeg, ik bouw mijn zakje af. Maar er zit in ieder zakje zitten altijd ergens tussen de 1 en 5 blokjes die overblijven. Het zijn allemaal 1-pins blokjes. Dat zijn een soort van reserveblokjes. En hoe heet het? Ik heb thuis echt een enorme schaal vol met die reserveblokjes ondertussen. Maar die pakken ze het liefst, want die laat ik dus liggen. Tegenwoordig ruim ik die netjes op. Maar als ik in de haast dat een keer vergeet, dan willen ze me gewoon eens op de grond gooien. Leuk speelgoed voor de kat dus. Speelgoed, kat speelgoed. Ja. Mijn vriendin vertelde vandaag dat ze wel eens een kattenblokje uit de kattenbak heeft gevist. dat is dan weer een plek waar je niet je Lego wil terugvinden. Nee. Aangekoud maar, en... Nou ja, het is wel een mooie reclame of marketingtechniek. Lego geschikt voor het hele gezin, zelfs je huisdieren. Ja, precies. Ja. Maar ik zie mensen in de chat al dat ze echt een gigantische collectie hebben. Hoe begint dat er bij jou uit te zien? Heb jij al echt een Lego-kamer helemaal paraat staan? Oh, ik zie al jou knikken. Het is nog iets erger, want ik heb thuis mijn kantoor van MWTV en daar staat echt veel Lego in. Mm-hmm. Maar die is te klein. Dus wij laten eind september een dakkapel op de zolder zetten. Zodat ik mijn kantoor naar zolder kan verplaatsen en er veel meer ruimte komt voor Lego. Oh, gaaf. Ja, want ik heb de site NWTV ook heel eventjes openstaan. Ik zal hem nog even in de chat plaatsen. Wat zie je? Daar is de link. nwtv.nl/Lego. En jullie zijn al echt super actief met allerlei nieuwsberichten. We posten erover dat kinderen bijvoorbeeld gratis voor het Lego Live Magazine aangemeld kunnen worden. Lego City Stunts is aangekondigd. Kan je dat dan echt zien van het is een bouwpakket, maar daarna is het ook gewoon speelgoed? Ja, dat zijn echt. Dat is zo'n set die hoort dan bij Lego City. Dat is een reeks die zich op kinderen richt. En daar is. En dat doe ik bij zo'n review van zo'n set. Is de speelbaarheid dus ook heel belangrijk. Want waar ik normaal gesproken in een review naar kijk. Is onder andere. Als het een display set is. Dan is het de blokjes staat tot euro's ratio. Dus op het moment dat je 1000 blokjes hebt. Moet je eigenlijk rekenen met ongeveer €100 aan kosten. Maar alles wat goedkoper is. Is voordeel. Als het wat duurder is, dan moet daar een reden voor zijn. En je ziet vaak bij de speelbare sets voor kinderen dat bijvoorbeeld een set met 200 blokjes toch €60 kost. Maar dan zit daar een vele hogere speelbaarheid aan. Hey. Oh ja, ik ben heel even snel inderdaad ook aan het kijken. Jullie hebben inderdaad alles mooi samengevat op van welke sets er dan ook bij zitten.
De release datum, oh, dat is nog steeds in de toekomst, 1 oktober pas. Ja, ja, ze brengen altijd op de eerste nieuwe sets uit. Er komt nu 1 augustus komen er een hoop nieuwe sets uit. En dan zijn er zelfs nog wat geruchten dat er nog sets bij komen. Dat kan. Wat ik net al zei, ze doen ze nog wel eens 2 of 3 dagen van tevoren. Nieuwe sets erbij bij zeggen. Mm-hmm. Een van de nieuwe sets die ook komt is bijvoorbeeld een Seinfeld set. Die komt 1 augustus uit. En dat is dan de set, als in de film set van Seinfeld. Die hebben ze nagemaakt. En die is voor Lego Vips. Dat ben je als je daarvoor aanmeldt, ben je dat automatisch pas verder geen geld. Die konden hem al kopen, ik geloof sinds een week of zo. Dus. Net zoals die French set eigenlijk? Ja, de French set is precies hetzelfde. En wat ze daar doen, dat is misschien ook nog wel leuk om te vermelden. Dat weten denk ik de echte fans ook wel hoor. Is dat Lego heeft het Lego IDs platform. Het Lego IDs platform, daar kan iedereen in de wereld, die kan zelf een set bedenken en maken. En daar hebben ze dan ook nog software voor. En die kunnen ze daar opzetten. En op het moment dat je daar 10.000 supporters krijgt, dan gaat Lego kijken of ze die set ook daadwerkelijk uit gaan brengen. Oh, dat is wel heel erg gaaf. Ja, wat er ongeveer 30, 35 sets per kwartaal komen er door. En daarvan gaat er vaak uiteindelijk maar 1, soms 2 ook echt komen. Maar die typemachine die ik net noemde, de Seinfeld set, de Friends set die Paul net noemt, dat zijn sets inderdaad die recente Winnie the Pooh. Hebben ze een hele boom van Winnie the Pooh met ook minifiguren. Sesamstraat is ook een set van dat soort dingen. Ja, die worden allemaal vanuit de Lego IDs eigenlijk opgezet naar een daadwerkelijk Lego set. En wat ze dan doen, de Lego designers die gaan dan echt zorgen dat de kleuren kloppen, dat de constructie klopt. Dus daar wordt echt nog een hoop aan versleuteld. Mm-hmm. Dat doen ze wel samen met degene die het originele idee heeft bedacht. En er zit ook altijd een verwijzing naar diegene in die set. Dus bijvoorbeeld, ik geloof dat bij Winnie de Pooh staat er een, ik weet niet helemaal zeker hoor, maar staat er volgens mij ergens een boekje of hangt een poster met ook de naam van de bedenker erop. En volgens staat ook in het boekje staat ook echt de naam van de bedenker met een foto. Dat je als persoon dan echt credit kan krijgen voor je eigen hersenspinsel, zeg maar. Ja, er zitten hele toffe dingen tussen. Heel vaak ook heel veel game gerelateerde dingen, die zijn er tot nu toe nog niet doorgekomen, maar er komt later dit jaar een Sonic the Hedgehog set, omdat die 25 jaar bestaat. En die is dus ook vanuit een Lego IDs, Green Hill Zone, geloof ik dat ik ben niet helemaal thuis. maar het eerste level van Sonic in ieder geval, die wordt dus nagebouwd echt op Lego set. Eigenlijk heb je als Lego fan best wel veel invloed op mogelijke nieuwe sets op die manier. Ja, en je kunt dus, iedereen kan zich ook weer aanmelden voor Lego IDs en in ieder geval supporten. En uiteindelijk is het dan dus aan Lego, hè, wat ik zeg, er komt maar een heel klein stukje door. Maar het zijn wel allemaal sets die origineel zijn goedgekeurd of zijn gesupport door echte fans. Super gaaf. Ik krijg ook een vraag vanuit de Twitch chat. Jeroen vraagt al plagend, streamt NWTV dat Lego bouwen ook? En dan heeft hij er als kanttekening bij gezet. Ik denk als je met Robin samenwerkt dat je 3 streams van 2 uur hebt met 1 Marvel hand. Oh ja, precies. Nee, ik heb daar wel eens over nagedacht. En ik ben er ook wel naar aan het kijken geweest. En dat is wel iets wat nog op het ideeënlijstje staat. Inderdaad, om of stream of in ieder geval op te nemen inderdaad als ik aan het bouwen ben. Maar daarvoor zal eerst de zolder straks af moeten zijn waar ik ook een betere ruimte krijg om te gaan bouwen. Oké, en dan over een jaar dan heb je een aanbouw nodig voor al die Lego-collectie. Ja, we hebben al een aanbouw, dus ik weet niet of het nog weer kan aanbouwen. Een aanbouw op de aanbouw? Ja, dat zou wel een aanbouw op de aanbouw kunnen, inderdaad. Nee, ja, dat is... dit loopt, wat ik zeg. En mijn vriendin vindt Lego ook superleuk, dus daardoor loopt het ook nog wel wat extra uit te blijven. Ja, precies. Ik heb ook vanuit de vriendengroep al begrepen dat Lego heel erg verslavend kan zijn. Ja, zeker weten, zeker weten. Ik vond vooral, ik kan het toch nog steeds het meeste vergelijken met gewoon puzzelen. Een Adidas schoen. Gaat. Ja, die heb ik. Lego heeft een samenwerking met Adidas. En daardoor, ze hebben heel lang Adidas schoenen in Lego stijl uitgebracht. Mm-hmm. Dus 1 juli is er een grote schoen van Lego van Adidas uitgekomen en als extraatje, want dat doen ze wel eens via de website, kon je als je afgelopen tijd een set bestelde bij Lego voor minimaal €85, kreeg je deze gratis erbij en dat was, ik heb natuurlijk die Infinity Gauntlet en die Everyone is Awesome set besteld en daar kreeg ik deze dus gratis bij, dus die heb ik hier gebouwd.
Dus dat is zeker belangrijk om dan jullie website ook in de gaten te houden voor de aankondigingen daarvan. Ja, en deze heb ik ook vandaag gebouwd. Oké, ja, wie is dat? Dit is Voldemort, of hij die niet genoemd mag worden. Uit Harry Potter. Mm-hmm. En dit is een brickhead. Dus je hebt brickheads van Lego, dat zie je ook, hè, zo'n blokhoofden. Ja. Beetje à la Minecraft. Een beetje à la Minecraft. Die heb je heel veel. En deze is onderdeel van een set van drie. De andere drie staan nog ergens achter op de bordspellentafel niet in elkaar. Maar die ga ik van de week dus nog ergens bouwen. Deze heb ik vandaag gebouwd. Ja. Superleuk. Dus ook bij je bestellingen, je wordt eigenlijk altijd verrast door Lego. Ja, en deze heb ik gewoon gekocht, de brickhead. Die heb ik recent in de Lego Store in Utrecht gehaald. Dus, dat is bij Centraal Station, toch? Ja, het zit in een winkelcentrum, heet dat? Hooggetreinen. Hooggetreinen, precies, ja. Ik ben nog heel eventjes, je zei al van, je hebt technisch Lego, je hebt dan inderdaad het, hoe noem je dat, het speelgoed Lego. Ik hoorde je nog een term iets met speed zeggen. Ja, dat is een van de auto series inderdaad. Oké, dat is gewoon serienaam, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is het. Want je hebt natuurlijk gewoon normaal Lego. En als het goed is, valt die handschoen die we vanmiddag in elkaar hebben gezet, die Paul net liet zien, onder normaal Lego. Waar zit het verschil tussen normaal Lego en technisch Lego? Ik hoor je niet meer. Hoor je mij niet meer? Oh, wij... Jullie mij nog wel? Ja, ik hoor wij jou horen nog jou wel. Nog wel. Oh. Je beeld hangt wel stil. Nee, ik hoor jullie weer. Hoor jullie mij weer? Ja, wij horen jou. We hebben alleen heel even geen beeld. Dus ik denk dat we heel even terug kunnen gaan naar de studio-overzicht hier. Want we horen je gelukkig nog wel. Ja, ik hoor die. Je vroeg waar valt en toen viel die weg. We hebben ook gelijk weer beeld. Dus we hebben het opgelost. Nee, van net inderdaad. Ja, wat ik zo pas vroeg van, je hebt verschillende soorten Lego. Dus de Infinity Gauntlet, dat valt onder normaal Lego, zeg ik heel even tussen aanhalingstekens. En waar zit de grens tussen normaal Lego en technisch Lego? Ja, dat is eigenlijk heel, heel duidelijk. Technisch Lego heeft hele andere blokjes te zitten. Wel wat technische elementen vaak verwerkt in de verrassende sets. Maar een technisch Lego ziet er echt uit als een veel technischer object. En bijvoorbeeld, ik heb hem hier nog voor me staan, de Xerion is dus een technisch Lego set. Het bouwen is echt heel verschillend, want waar jij net foutjes mocht maken in je bouwsel, dat niet echt gemerkt werd, merk je dat bij een Lego Technic, merk je eigenlijk bij stap 2 al, als je bij stap 1 een fout hebt gemaakt. Dus daar moet je heel erg op letten. Het scheen dat mijn foutjes wel direct merkbaar waren, want hij heeft ze allemaal gevonden. Ja, precies. Maar voor jou waren ze nog niet merkbaar. Maar dat merk je eigenlijk als bouwer wel. Want ik heb dus recent ook een Jeep van de Lego Technic gebouwd. Mm-hmm. En die, daar was al heel snel dat... ik moest echt even terug in die mindset komen. Oh ja, ik mag hier nul fouten maken. Iedere stap goed doorlopen en weer verder. En wat ik zelf naar vind aan technisch Lego, maar ik ben ook net iets meer fan van gewoon Lego, is dat ik echt last kreeg van mijn vingertoppen met het aandrukken van al die pieletjes en palletjes. Ja, want dat heb ik ook al gemerkt met alle kleine setten. Je hebt wel al aardig wat ilt op je vingers nodig. Ja, ja. En het uit elkaar krijgen van Lego, dat is bijna helemaal onmogelijk. Nee, normaal gesproken hoef ik dat niet zoveel te doen. Ik heb wel een aantal sets laten vallen door wat lompigheid. Of ik heb een keer gehad dat de katten dachten dat ze op mijn kantoor zaten. Gewoon een hele set in één keer naar beneden drukten. Ja, kun je nog een keer bouwen? Ik kon hem nog een keer bouwen, ja. Gelukkig zijn er dan wel grote stukken, dus dan zoek ik online de dingen op, hoe noem je dat, de handleidingen. Ik heb alle handleidingen nog wel, en van de grote sets ook de dozen, want dat is voor de waarde beter. Maar dan kun je inderdaad nog een keer bouwen. En de technisch Lego is toch ook meer met van die elektromotortjes, zodat alles beweegt. Dus als je een graafmachine hebt, dat je ook echt kan graven. Ja, niet alles is met een echte motor aan te sluiten inderdaad. Maar wel alles heeft beweegbare delen, bestuurbare delen, dat soort dingen inderdaad. Dat is vooral wat technisch Lego technisch maakt. Ik zag dat inderdaad al bij die trekker ook, dat er allemaal palletjes op zaten. En ik heb het idee dat dan ook het grijpertje en zo respectievelijk op die beweging ook mee beweegt. Ja. Wat, dus, maar we hebben bijvoorbeeld thuis ook het spookkasteel staan.
En daar hebben we, en die is niet van Technisch Lego, maar daar hebben we wel een motor aangesloten waar je met een app van Lego de lift, wat een soort van attractie is die omhoog gaat en anders vrijval weer naar beneden kunt bedienen. Dus ook gewone Lego kun je wel weer bedienen. Ja. Oh, dat is wel heel erg gaaf inderdaad. Dat, ja, want ja, voor mij in eerste instantie natuurlijk met die handschoenen heb je een dingetje van ja, je zet hem in elkaar en je zet hem vervolgens in een vitrinekast neer. Maar ja, zoals ik het ook hoor, er zijn ook een heleboel sets die zelfs als ze in elkaar zijn nog voor uren plezier ja, voor jong en oud kan zorgen. Ja, ja, als mijn neefje bijvoorbeeld, ik heb een neefje van 7. En als die komt, dan gaat er altijd wel een grote mooie set even uit de kast waar die dan mee kan spelen. En dan zit hij dan inderdaad uren mee te spelen. Ja, en ik zie Icepack in de chat ook al zeggen van er zijn twee sets die zelfs met Bluetooth te besturen zijn. Hmm. Dus dan heb je gewoon een afstandsbestuurbare ja, machine. Ja, in ieder geval bij Lego Technic, weet ik, mijn broertje die heeft een aantal grote Lego Technic auto's. Die kan inderdaad, nou zijn zoontje is dan 4, dat is ook een neefje van mij natuurlijk, maar het is niet het neefje waar ik het net over had. Maar die speelt dan bijvoorbeeld met die kan dan door met zijn telefoon zo te doen, inderdaad kan die auto's aansturen. Oké. Okay. En in jouw optiek, er zijn natuurlijk een heleboel verschillende soorten sets. Natuurlijk heb je echt hele gave sets zoals machines, kranen, graafmachines. Nee, ik weet dan toevallig ook dat er space shuttles zijn. Dat is mijn persoonlijke wat meer interesse. Nee, wat je zelf al zei, het kasteel van Harry Potter heb je. Wat is in jouw optiek de raarste set die er is? Oeh, de raarste set. Daar heb ik niet over nagedacht. Dat vind ik wel een lastige vraag. Ik vind... Ja, wat vind ik echt een rare... Is er echt een rare set? Ik denk dat het is moeilijk te zeggen dat die ja, dat nee, echt voor iedereen raar is. Als ik dan snel bij mij in de geheugen graaf, dan zit je al eerder bij Duplo. En ik weet niet of je Duplo en Lego samen mag noemen. Nee, maar... ja, het is... Duplo is van Lego, dus op zich kun je dat wel als samen noemen. Ja, wat misschien wel een gekke set zijn, maar dat is denk ik ook vooral voor mensen die er niet op thuis zijn. Zijn juist de dingen als zo'n typemachine bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die echt, nou ja, bijna on-Lego echt lijken, zeg maar. Dus hoe heet het? Dat zijn misschien wel gekke sets, maar wel hele toffe sets ook. Nou, ik zie je mensen in de chat ook al. Een bloesemboom met kikkers wordt er genoemd. Ja, dat hebben wij ook. Dat is de bonsaiboom inderdaad. Want Lego heeft sinds een jaar of anderhalf een botanische reeks. En daar heb je een paradijsvogelplant. Die is ongeveer zo groot. Tenminste, ja, die is met een pot erbij en alles. Die kun je echt wegzetten. Wij hebben de bonsaiboom hebben wij zelf. Je hebt bloemen, echt een gedroogde bloemenset van Lego. Dat zijn inderdaad wel goede als vage, gekke sets. Dat is wel goed dat ze die opnoemen. Ja. Ik zie nog de wereldkaart genoemd worden. En dat wordt dan gelijk door Sven afgestraft van de wereldkaart is stom. Maar schijnbaar in de chat hebben ook mensen wel... Ik ben niet zo fan van de wereldkaart. Ik vind de wereldkaart had echt veel toffer kunnen zijn. Dit is de grootste Lego set die er is met ruim 11.000 blokjes. En die bestaat ook pas een maand of 2, 3. Mm-hmm. Maar ik vind het jammer dat, want hij is de alle landen zijn zeg maar wit en relatief klein. En je kunt wel pinnetjes op de kaart zetten. Dat is wel tof gedaan met waar je bent geweest. Maar ik had het toffer gevonden als ze wat meer kleur in de landen hadden aangebracht. Nu is het een redelijke, de zeebodem is wel met de hele geografische kaarten erbij en zo. Hè, waar, hoe hoog en diep is het water en dat soort dingen. Maar de werelden zelf, of de continenten zelf, die zijn wit. En dat vind ik jammer aan de wereldkaart. Ik ben nog heel even bezig om te kijken. Oh, de Lego wereldkaart. Ik heb hem denk ik gevonden. De art set valt het onder. Ja. En ik zet hem heel even in het scherm over je heen. Ik zie inderdaad dat continenten allemaal wit zijn. Dit is wel inderdaad... Dit is meer mini-stack, als ik het mag zeggen. Ja, het zijn allemaal puntjes. Dus ik heb hem hier even voor me gezet. Ook, en wat je ziet, is dat vooral de zee heel gekleurd is. Dat is natuurlijk wel leuk. Maar ik vind de continenten wat jammer. Wat ze wel tof gedaan hebben, is dat je ziet hier nu de wereld zoals wij hem in Europa zien. Maar je kunt hem ook aanpassen naar hoe ze hem in Azië of Amerika zien. Dus door Azië of Amerika in het midden te zetten. Het bestaat echt uit drie delen. Jeroen heeft
in ieder geval, dat zien wij inderdaad ook. Er is inderdaad heel veel enthousiasme in de chat voor Lego. Ik laat even... Nou ja, in ieder geval... Er is heel veel in de chat enthousiasme over Lego. En misschien is dat ook wel leuk om iets met GameZone voor te doen. Om NWTV en Lego nog wat extra te promoten. Sowieso, ik ga jullie link nog een keertje in de chat zetten voor het laatste Lego nieuws. Die probeer ik. Ja, hebben ze gevonden. Plak. Daarbij, denken jullie dat jullie sneller zijn dan andere sites met de nieuws? Gewoon enthousiast ja zeg hoor. Ja, nee, ja zeker. Nee, we zijn wel snel in ieder geval. Zeker als er echt groot nieuws komt van Lego zelf. Dan zijn wij daar ja, redelijk snel en soms wel eens ook de snelste. Je hebt, ik zal geen concurrenten noemen, maar je hebt in Nederland echt één website die alleen maar met Lego bezig is. En we proberen in ieder geval altijd sneller te zijn dan hun. Dat ligt niet altijd, maar ja, wel regelmatig. Hey, jullie zouden misschien net zoals de NOS een live blog bij kunnen houden van nieuws. Deze set komt eraan, meer informatie volgt later. Ik ben in ieder geval sneller. Ja, precies. Ja, oh, en de Discord is weer even vastgelopen. Oh, we horen je wel nog. Ik wil het zeggen, ja. Wat we wel doen is inderdaad ook... We hebben een Facebookgroep, die heet dan Lego NLPE, als ik het goed zeg. Mm-hmm. Dus even kijken hoe die heet. Ik denk dat ze hier ook eventueel volgen. Ik ga heel even de Discord opnieuw je beeld proberen in te laden in de tussentijd. Hoor je wel nog steeds? Ja, oké. Okay. Nee, dat is facebook.com/groups in het Engels /LegoNLBE. En daar delen we inderdaad vaak wel, omdat bij ons over het algemeen nieuws ook door een eindredactielid gecheckt moet worden. Dus op het moment dat we een nieuws hebben wat wel op de website klaarstaat, maar nog niet gepost wordt, dan doen we bijvoorbeeld al wel een linkje vanuit Lego zelf delen bij ons op de Facebookgroep. Dus dan daar ben je inderdaad, zijn wij vaak nog net iets sneller. Ik ga één keer nog, dat is facebook.com/groups. Ja, /LegoNLBE. Groups, /LegoNLBE. Ja, en dan mag iedereen die daar lid van is ook al zijn eigen sets en dingen die hij binnenkrijgt, ideeën die hij heeft, dat soort dingen, alles als het maar met Lego te maken heeft, delen. Want daar is het dus ook echt het bedoeld als een community. Dus die zijn we dus ook in februari gestart. Daar hebben we ondertussen iets meer dan 2000 leden, dus dat loopt best lekker. Dus ook als je echt je eigen set maakt, bijvoorbeeld? Ja, er zijn een aantal mensen die, dat noemen ze mocks, dus own creations. Die mensen maken, die delen ze daar ook geregeld. Dus, Ja, super gaaf. Ik zie Jeroen ook in de chat zeggen, vorig jaar, dat was 2019, hadden we de NWTV Pokémon. Nu hebben we de NWTV Lego. Wat wordt jullie volgende rubriek? Ja, dat is... durf ik nu nog niet te zeggen. Wij overwegen altijd in ieder geval goed als we een nieuwe rubriek toevoegen. Pokémon en Lego zijn... Ik vertelde volgens mij vandaag nog tegen iemand wel hele bewuste keuzes geweest om ook wat meer op een nichegroep te richten die door andere websites niet of minder wordt behandeld, waardoor we onszelf in ieder geval ook relevant houden in het grote boze internet. Ja, en zoals ik het al hoor, het is wel ook echt bij de onderwerpen een leuke passie van jullie geworden. Ja, absoluut. Dus alles wat jullie bij nwtv.nl kunnen vinden, dat is in ieder geval met passie verzameld en geschreven. Ja. Jeffrey, onwijs bedankt voor dit interview en de leuke inzichten over Lego. Wij gaan zo dit rubriek weer afronden. Ik denk dat wij zo heel eventjes ook een pauze gaan houden. Dat zeg ik alvast voor de techniek, dat die weet waar hij aan toe is. Maar ik zie al geklap in de chat namens Chris. PSP, Icepick, die... wat bliep zijn nog? De raarste set is denk ik wel die schoenen. Die Adidas schoen die ik net noemde. Maar... Die vind ik wel oprecht. Ja, tof. Maar nogmaals, nwtv.nl/Lego. Daar hebben we het laatste nieuws van Lego. Ik ga hem nog één keertje... Ja, PSP die gaat de hype nog een keertje inzetten met zijn Lego emojis. Super tof. Maar Jeffrey, nogmaals, dankjewel. Heel veel plezier op jullie vakantie in de boerderij. Ik hoop niet dat 's nachts als jullie in bed gaan liggen, dat brandalarm nog een keer afgaat. Nee.
We hebben hem gelukkig niet meer gehoord. Nee, maar, het is nu rustig. Maar laten we even afkloppen. Als het ja, niet precies. Hey, en nogmaals een hele fijne week nog in de Orfotten. Paul, die gaan we zometeen ook jullie kant weer opsturen. En dan moet ik, ja. We houden jullie in de gaten, hè, vanaf donderdag weer. Dus, Ja, donderdag zijn we er inderdaad weer. En een hele fijne avond. Dankjewel. Dankjewel, jullie bedankt. En tot straks. Tot straks, Paul.